Goedendag, dames en heren. Hartelijk welkom op deze bijeenkomst van Teliac-medewerkers. Nou ja, bijeenkomst. Het is een feestje. Een feestje ter gelegenheid van het feit dat we het cursusjaar 1979 afsluiten. Dat jaar, dat was een uitstekend jaar. We hebben namelijk in 1979 meer dan 100.000 cursisten gehad. En dat is dan alleen nog maar het aantal cursisten dat het schriftelijk materiaal besteld heeft, dat bij de cursus hoort. We praten dan nog maar niet over de miljoenen die alleen maar gekeken hebben naar de cursus van Teliac. Reden voor een feestje, reden ook om een beetje tevreden te zijn. Eerlijk gezegd zijn we dat ook over het programma voor 1980. Het is de bedoeling dat we u daar dadelijk alle informatie over verstrekken. We zullen dat doen afwisselend met het optreden van een paar bekende artiesten. Het geheel muzikaal omlijst door een optreden van het combo van Henk Westrus. Maar ik noem u eerst eens even wat er allemaal te doen is in 1980 bij Teliac. Er is een cursus over energie. Een cursus over het menselijk lichaam. De cursus kleding maken komt terug. En er is een cursus microprocessors 2. De cursus ruimtevaart. En de cursus Russisch voor gevorderden. Dat allemaal tot aan de zomervakantie. Ja, zomervakantie. Wist u dat er in de zomervakantie van 1979 470.000 Nederlanders naar Italië zijn geweest? Met vakantie 470.000, en het ziet er niet naar uit dat het volgend jaar minder zullen worden. Vandaar dat Teliac, misschien wel vandaar dat Teliac, de cursus Avanti Avanti brengt. Dat is een cursus Italiaans voor beginners. Meneer Franco Moussara, u heeft er alles mee te maken, dus u kunt mij wel vertellen hoe die cursus eruit ziet. Wat voor soort cursus is het? Ja, is hoofdzakelijk een cursus voor beginners. Mensen die naar Italië gaan, mensen die wat taal willen leren. Ook mensen die in Nederland contacten hebben met Italianen die hier komen werken misschien. En die nog geen Nederlands kennen. Dus het is bij uitstek geschikt voor mensen die met de taal beginnen. Ja. Als ik in Italië met vakantie ben en ik wil gewoon een kopje koffie bestellen, kan ik dat aan het eind van de cursus? Jazeker, je kunt ook veel meer doen. Chianti bijvoorbeeld? Ook met Chianti eten bestellen of bij de politiebureau terechtkomen en ze kunnen verhelpen. Is de televisie nou een geschikt medium om een buitenlandse taal te leren? Ja, in de laatste jaren ook aan de universiteiten wordt veel met televisie en met geluid, met talenlaboratoria gewerkt. En de studenten na een jaar spreken uitstekend qua uitspraak. Ja, je ziet alleen, je hoort ook nog wat, hè? En je kan erbij lezen. Ja, door het zien en het horen, dan wordt het leren van een taal vergemakkelijkt. Kunt u iets zeggen over de opzet van de cursus? Is het een saaie cursus? Meestal wel, hè? Een talencursus. Ja, dat is het probleem. Als men met televisie werkt, moet men meden dat men saai wordt. Want de mensen vervelen zich en dan na de derde les stoppen ze ermee. Deze cursus is bijzonder goed. Dat is, komen clowneske figuren naar voren en ontleend uit vroeger Italiaanse traditie van theater. Dus het herhalen van zinnen wat bij het proces van leren van een taal noodzakelijk is, werd helemaal niet vervelend, in tegendeel. Nou, ik ben reuze benieuwd, meneer Franco, kunnen we dat van zien? Kunnen we dat van zien van de cursus? Jazeker, met plezier. Maestro, non piove più. Ah sì, è vero, non piove più. Ecco. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Voordat we de les beëindigen, wil ik u nog een paar dingetjes vertellen. Als u ergens binnen wilt gaan en uw toestemming wilt vragen, dan zeg ik toe permesso. Permesso? Avanti, avanti. Ook als u plaats wilt nemen aan een tafeltje in een restaurant waar niemand zit, dan vraag ik u permesso? Prego, prego. Grazie. Dit was de tweede les. Ik hoop dat u volgende week weer meedoet. En vergeet u niet thuis goed te oefenen. Arrivederci. Tot ziens.
Nou, daar zit je dan, Franco. Lollig om je eens even te zien. Ja, ik kan me voorstellen. Zeg, moet je luisteren, die cursus. Jij presenteert je niet alleen, ja, maar je geeft ook echt les in Italiaans. Ja, thuis. Ik heb het enkele jaren ook s'avonds op avondcursussen gedaan. Maar ik heb nu thuis kleine groepjes. Natuurlijk, je kan niet zo'n methode gebruiken thuis. Dan beschik je niet op met zulke leuke filmpjes. Ja. Is Italiaans een moeilijke taal voor ons Nederlanders om te leren? Hangt vanaf hoe je het wilt leren. Hè? Als je de traditionele methode gebruikt, dan je kan ook duizend uitzonderingen achter elkaar uit je hoofd leren. Hè? Dan is het een taaie taal. Maar zoals in de cursussen wordt gedaan, het is erg prettig. In Avanti? Ja, ik had van jou ook niet anders verwacht. Nee, het is waar. Het is echt prettig. Want je hebt echt veel plezier, je amuseer je. En die grammatica die gaat spelenderwijs binnen. Hè? Dus het bittere pilletje wordt zoet gemaakt. Ja. Hebben wij Nederlanders een beetje aanleg om vreemde talen te leren, met name Italiaans? Ja, jazeker. Ja, ik vind. Ik weet niet hoe het is met andere volkeren, maar vergeleken met Italianen, Nederlanders leren veel vlugger. Ja. Nou, dat doet ons goed, hè, denk ik. Zeg, ik wens jullie allebei veel succes met deze cursus. Ja. We gaan nu eens luisteren naar iemand die heel bekend is van Italiaans en met name van Italiaanse liedjes. Willy, heel mooi. Spreek je werkelijk Italiaans? Un poco, klein beetje. Ik spreek het zelf niet, maar ik hoop het ook met deze telejaccursus een klein beetje, un poco, te leren. Overigens wil ik je erg graag de eerste cursus Italiaans aanbieden. We gaan alle telejaccursussen die talen betreffen nu op deze manier leveren, dit soort koffertjes. Maar we hebben twee soorten. Deze is met cassettes. Als je ze liever met platen zou willen hebben, dan ruilen we hem erg graag. Dan krijg je een nog iets groter koffertje. Wat ik overigens wel nog zou willen zeggen is dat zo'n telejaccursus niet alleen bestaat uit televisielessen, dat zijn er 13 in dit geval, uit geluidsmateriaal, uit schriftelijk materiaal en uit documentatie. We hebben hierbij ook nog groepsbijeenkomsten waar mensen kunnen oefenen en je kunt zelfs naar Italië gaan, een zomercursus Italiaans bijwonen en dat alles dus voor jou. Zou ik heel graag doen en tegen die tijd dat jij wordt afgeschoten naar de maan, heb ik voor onderweg mijn nieuwste plaat voor je meegebracht. Hartelijk dank, ik zou het erg fijn vinden als jij nu nog iets voor ons zou willen zingen. Zal ik graag doen. Come prima, più di prima t'amerò. Per la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti. Le tue mani fra le mani stringerò ancora.
naar.